Goedenavond, dames en heren, hier vanuit het Paard in Den Haag. Om op Internationale Vrouwendag 8 maart 2021 te gaan kijken naar de voorstelling De Première van politiek theatermaker Eveline van Rijswijk over de opmars van vrouwen in de politiek met één beklijvende vraag. Waar blijft toch die eerste vrouwelijke premier? Eveline van Rijswijk heeft deze voorstelling gemaakt in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2018, 2019. Maar met de verkiezingen op komst werd het tijd voor een actuele, iets verkorte versie van die bejubelde voorstelling die dus vandaag ook op het programma staat. Daarna ga ik met Renske Leijten, Kamerlid voor de SP, en Hanneke van der Werf, kandidaat Kamerlid voor D66, in gesprek over hun ervaringen als vrouw in de politiek. Maar dat is voor later vanavond. Nu eerst, ook al zit u hier niet in de zaal, heel graag een hartelijk applaus voor Eveline van Rijswijk. Er is ons eeuwen en eeuwen gewoon ingestampt dat we er ons niet mee te bemoeien hebben. En dat verdraai je zomaar niet, weet niet met de wetgeving. Vrouwen en mannen moeten gelijke kansen hebben, ook bijvoorbeeld in de politiek. Nou, ik vind het meer mannenwerk. Dat zouden we allemaal wel willen, maar dat is niet zo. Het is een vrouw, maar waarom? Nou, moet je luisteren, de helft van de mensheid zijn vrouwen, dus daar hoort de helft van het kabinet ook vrouw te zijn. Nee, echt geen vrouwen meer. Waarom niet? Nou, ik ben niet zo feministisch ingesteld. Eén vrouw. Nou, dan moet je eigenlijk wel een beetje verschijnen. Vrouw zijn, of dat uitmaakt? Ik op het ogenblik zag dat iedereen een vrouwelijke minister van Defensie reuze grap vinden. Het kan ook zijn dat mensen het juist een beetje eng vinden. Maar laten we het eens omkeren wat er tot nu toe in Nederland steeds gepresteerd is. Allemaal mannen en dan aan het eind zegt men ineens, oh, misschien is het aardig om er ook nog een vrouw bij te zetten. Ik wou dat plaatje eens omkeren. Er zijn heel veel competente vrouwen in Nederland. Ja, natuurlijk. Ze heeft dezelfde rechten als de man. En ze heeft meer verstand als de man. Dus ik hoop dat er veel dames in de politiek goed terechtkomen, zodat we beter geregeerd worden. Ja, dan wordt het nog veel beter. Heel raar dat we nog steeds geen vrouwelijke premier hebben gehad in dit land. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou? Ik wil beginnen met jullie te feliciteren. Want goed nieuws, we hebben maar liefst 10 vrouwelijke lijsttrekkers deze verkiezingen. En dan denkt u, nou ja, ach, het is een aardig aantal, maar er zijn ook 37 partijen. Maar u moet weten dat 10 is een absoluut record. Voor het eerst in de dubbele cijfers met het aantal vrouwelijke lijsttrekkers. En waarom is het zo bijzonder? Nou, omdat in Nederland dat zeg maar geen traditie is om een vrouw lijsttrekker te maken. Sterker nog, we vinden het heel erg onnatuurlijk om een vrouw lijsttrekker te maken. En u mag natuurlijk vandaag schrijven over hoe ik eruit zie. Ik snap dat u de komende tijd ook even moet wennen. Maar ik hoop wel dat u dat wennen een beetje snel doet. Dan ga ik mijn best doen om het goed te doen. En u mag natuurlijk van mening verschillen met mij. U mag mij afrekenen op mijn woorden en mijn daden. Op niet meer en niet minder. Ik hoop dat ik een voorbeeld mag zijn voor vele meisjes en jongens. Vandaag is de democratie nog meer een feest geworden voor iedereen. Dank u wel. Ga lekker zitten. Ja, dat zou ik zeker doen. Na een op zijn minst onderhoudend, maar toch ook ernstig uur. Ja. Die speech die je net gegeven hebt. Ja. In welk jaar denk je dat die echt wordt uitgesproken? Nou, ze mogen hem hebben voor dit jaar. Maar ik denk dat het over 4 jaar pas gaat gebeuren. En je kijkt in deze voorstelling een uur terug. Ja. Ik kan me voorstellen als historica, politiek dier. Ja. Dat een grabbelton is. En dat je ook denkt, jeetje, dat het heeft kunnen bestaan of dat het misschien nog voor een deel nog steeds bestaat. Ja, nou, ik werd heel verdrietig van die handelingsonbekwaamheid. Dat gewoon in de wet heeft gestaan dat je als vrouw, zodra je trouwt, dat je gewoon, nou ja, hier is het en je hebt alles over mij te zeggen. Dus dat maakt. En politiek gezien, een eerste vrouwelijke minister die ontzettend goed gekwalificeerd is om minister van Buitenlandse Zaken te worden, of Defensie. Ja. Een fractievergadering, terwijl de wereld in de fik staat over een broekpak. Ja. Ja. Schrikken, toch? Ja, dat is schrikken. En tegelijkertijd denk ik ook dat het voor jou, als je dat ontdekt of als je daarop stuit, dat je denkt, dat moet in die voorstelling. Ja. En
je kunt denk ik ook wel zien dat we wel iets zijn opgeschoten. Of is dat geen troostrijke gedachte? Jawel, zeker. Ja. Dus we zijn echt zeker wel opgeschoven. Maar als je soms denkt van waarom is het zo traag gegaan, dan hopelijk blijkt uit mijn voorstelling wel, oh ja, daarom is het zo traag gegaan. We gaan ook zeer binnenkort naar de situatie van vandaag. Er wordt hier ook van alles nog even herschikt om dat allemaal mogelijk te maken. Biedt mij de gelegenheid om te zeggen dat bijvoorbeeld deze voorstelling, maar ook andere online colleges van culturele instellingen zoals het Haagse College, ook in deze coronaperiode gewoon doorgaan. Hoewel gewoon het paard hier in Den Haag is leeg. En dat hopen we natuurlijk op zeer korte termijn weer anders te zien. Maar blijf ook in deze ingewikkelde periode culturele instellingen steunen. Dat hebben jullie vandaag gedaan door massaal vragen te stellen. Door massaal überhaupt hier een kaartje voor te kopen. En dat wordt zeer gewaardeerd. Wij blijven dus ook gewoon de komende maanden, voor zover dat allemaal nog nodig is, met dat wenkende perspectief dat ons steeds meer geboden wordt, proberen om jullie ruimte te bieden, verdieping te bieden bij het nieuws. Want zeker ook in deze weken waarin die verkiezingen gaan plaatsvinden en de afloop daarvan, heb je misschien meer aan verdieping dan alleen maar de krantenkoppen. En daar gaan wij overigens ook nu mee door, in de vorm van een verdiepend gesprek met vrouwen die op dit moment politiek actief zijn. En ik roep ze er graag bij. Dat is namelijk Renske Leijten, de nummer 2 van de SP op de kandidatenlijst en op dit moment Kamerlid. En Hanneke van der Werf, de nummer 9 op de kandidatenlijst voor D66, fractievoorzitter van die partij in Den Haag. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Met jullie in gesprek over vrouwen in de politiek, waar je tegenaan loopt, is er sprake van seksisme, verborgen of toch ook zelfs iets meer aan de oppervlakte? Kun je in bepaalde situaties ook nog profiteren van het feit dat je als vrouw actief bent in wat helaas nog overwegend een mannenwereld is? Dat en meer komt ter tafel. Maar ik zou willen beginnen met, en Renske, we hebben afgesproken te tutoyeren, jouw oordeel, je zei van tevoren, ik zeg wel wat ik ergens van vind, van de voorstelling van Evelien. Ja, ik heb niet heel veel nieuws gehoord qua feiten en de historie. Maar de voorbeelden van wat mensen zeggen en ook nog nu zeggen, ja, die zijn wel heel scherp gevonden. En vooral die laatste koppen, vrouw leidt, vrouw heeft helemaal geen naam meer. Dat was mij nog niet eens opgevallen. Daar moet je echt scherp op zijn, ja. Geeft overigens aan dat dit probleem zich niet alleen maar beperkt tot de politiek. In het bedrijfsleven, nee, als er een vrouw op een bepaalde positie wordt benoemd, dan is het toch ook wel heel uitzonderlijk dat een vrouw is en dat de kop wordt. Nee, maar dat zie je overal. En ik toevallig vanmiddag nog een debat, ook over Internationale Vrouwendag en vrouwenrechten. Als mijn kinderen ziek zijn, dan word ik toch als eerste ik gebeld. Terwijl ik ben minst in Haarlem om iets te doen. En dat is niet kwade opzet, maar dat is gewoonte. Hanneke, wat pik jij mee van het afgelopen uur? Nou, ik merkte dat het me wel raakte om het zo allemaal op een rijtje te zien. En eigenlijk vooral de voorstellen of de beelden die eigenlijk nog vrij recent waren. Dat interviewtje met Job Friso. Toen dacht ik, toen was ik een klein meisje en toen keek ik ook graag naar televisie, naar de politiek. En ik denk dat het me toen helemaal niet opgevallen was hoe raar dat soort vragen aan vrouwen waren. En nu denk je, jeetje, dat is eigenlijk nog best wel kort geleden. En dat is toch een gekke gewaarwording. Ja. Ondanks die bejegening van vrouwen, ook nog in recente jaren, de jaren 90 en ver daarna, hebben jullie besloten, ik ga de politiek in. Hebben jullie, om de woorden van Eveline te herhalen, een Henkje moeten doen, voor de spiegel moeten staan, à la Henk Bres, en moeten zeggen, alle opties zijn open, als ze me willen, dan doe ik het. Heb je er meer voor moeten vragen van jezelf dan een man misschien, Hanneke? Nou, ik was daar helemaal niet zo bewust mee bezig toen ik de politiek inging. Ik heb het wel altijd heel interessant gevonden. Ik weet toch dat ik ben afgestudeerd op de beeldvorming over Hillary Clinton. Dat was in 2008. En toen was zij natuurlijk kandidaat voor het presidentschap in Amerika. En dat werd toen Barack Obama. En ik weet nog wel dat ik dat toen
ja, heel erg boeiend vond hoe die dynamiek in de media ging over het feit dat er een vrouwelijke kandidaat was. En ook dat ze dat daar wel lastig mee had, maar ik plakte dat toen nog niet zo op mezelf. En ik moet ook zeggen dat ik er binnen de politiek, binnen de partij, niet veel last van heb gehad. Maar dat ik die dynamiek in de media wel terug zag komen. We komen zo meteen nog op de rol van de media. Renske, jij zit sinds 2006 in de Kamer. Daarvoor was je ook actief in Rood, de jongerenvereniging van de SP. Heb je nog lang moeten nadenken voordat je de stap zette om ook echt daar je dagelijks leven van te maken? Nou, ik was daar helemaal niet mee bezig. Dus toen ik de uitnodiging kreeg, was ik heel erg verbaasd. En heb ik ook aangegeven, ja, ik had voor mezelf een ander pad uitgestippeld. En misschien dat het daardoor ook wel weer juist bij de SP gedacht is van, nou, die doet het in ieder geval niet voor zichzelf. Want daar zijn ze altijd wel naar op zoek. En daar wil ik niks over Hanneke over zeggen. Maar ik was toen in 2006 wel heel erg verbaasd over de plek op de lijst die ik kreeg. Want dat was? Nummer 9. En ze hadden toen 9 zetels, dus het was dik verkiesbaar. En daarvan dacht ik toen wel, wow, wat is dit voor een erkenning en toffe kans. En ik noemde mezelf dan ook graag de spits van de lijst op nummer 9. Maar dat was een superleuke tijd. Ik heb dat toen niet gekoppeld aan vrouw zijn. Dat heb ik pas later eigenlijk gemerkt. Want hoe belangrijk is die selectiecommissie als je kijkt naar het bedrijfsleven? Andere wereld, maar daar hebben ze nu wel gezegd, de verandering moet eigenlijk komen van de raden van commissarissen. En als daar veel vrouwen in zitten, en dat leggen we wettelijk vast, dan zorgt dat uiteindelijk ervoor dat die vrouwen meer vrouwen gaan benoemen. Denk je dat dat in selectiecommissies van politieke partijen ook zo zou kunnen werken? Nou, wij hebben eigenlijk altijd veel vrouwen ook in onze Kamerfractie gehad. We hebben natuurlijk Agnes Kant als lijsttrekker gehad. Ik heb niet het idee dat dat bij ons echt speelt. Ik denk ook dat de partij die wij zijn in de kern een soort van emancipatiepartij is. Want wij zijn natuurlijk altijd bezig met mensen te organiseren om te helpen op te komen voor hun rechten. Maar ik heb het bijvoorbeeld meegemaakt toen Emiel het stokje over moest nemen van Agnes. Toen zei hij, ik wil dat jij mijn nummer 2 wordt. Toen zei ik, nou, dat gaan we niet doen. Toen hadden we Jan de Wit nog, Harry van Bommel nog. En die waren veel bekender. Dus ik zei, ik vind het niet logisch. Toen werd ik de nummer 4. En het element was toen dat iedereen zei, hey, wie is eigenlijk die eerste vrouw bij de SP? Daar werd ik overal ook voor uitgenodigd. Maar er was niet, oh, die staat op 2 omdat ze vrouw is. Ja, er zijn wel mensen hier, ook vragen die worden gesteld door onze kijkers, die erop neerkomen dat je toch iets zou moeten verzinnen om het in de Kamer op 50-50 te krijgen. Shamila vraagt zich af, evenredige representatie kan beginnen met de krachtige doelstelling om naar een 50-50 balans te gaan. Hoe gaan we dat fixen? Hanneke, heb jij op 8 maart 2021 de oplossing? Nou, ik denk dat het wel heel erg helpt om heel veel voorbeelden te zien. En ik denk dat je dat uit het verhaal van Eveline ook wel zag. Dat als het iets heel geks is dat je als vrouw voor de politiek kiest, dan is er natuurlijk een minder groot vijvertje waar je uit kan vissen. En waar ik zelf wel trots op ben, dat het bij D66 5 van de 7 bewindslieden vrouw zijn. Nou, ik vind het heel leuk dat jonge meisjes nu zien van, oh, oké, nou, die zit in het kabinet. Nou, prima, dat maakt dus niks uit. Daar hoef je niet een grijs pak voor aan te trekken. En ik denk dat dat wel een heel erg belangrijk element is om het normaler te vinden en om het ook leuk te gaan vinden om de politiek in te gaan. Ik vind er overigens, kijk, het is Internationale Vrouwendag en daar moeten we het over hebben. Maar als je het hebt over die vraag, hè, we hebben toch representatieve democratie. Ik denk dat heel veel mensen zich niet gezien voelen in die Kamer en niet alleen om seksen. Ja, ook op kleur. Om kleur, ja. Maar ook om regio's, opleidingsniveau, leeftijden. En het is echt een dure plicht aan alle partijen, ook mijn partij, om daar veel meer vanuit de basis mee bezig te zijn. Vind je dat niet gelukt is dan als je kijkt naar de huidige kandidatenlijst? Ik vind dat bij ons nog te wit is, om maar zo te zeggen. Ik heb in die toeslagenaffaire gezien hoeveel kleur er nou juist in dat onrecht zit. Het zou heel goed zijn als er veel meer ook die presentatie is. Maar als je kijkt naar waarom je misschien niet de politiek in zou gaan, is het omdat je heel veel shit over je heen krijgt. Ik denk dat jij daarover kunt meepraten al heel lang. Ik heb begrepen dat jij heel lang in de Kijvende Wijvencommissie hebt gezeten bijvoorbeeld. Had je dat in je show? Dit was de korte versie. Moet je uitleggen, toch? Wat is de Kijvende Wijvencommissie? Dat is bedacht door VVD'er Anne Mulder, nu wethouder in Den Haag geworden. Een man. En die kwam in de commissie van zorg.
En dat was in de commissie dat er ook hard bezuinigd werd. En daar hadden we een paar stevige woordvoerders. Te weten Fleur Agema van de PVV, Mona Keijzer van het CDA en ondergetekende. En wij waren fel op de inhoud. We kenden onze dossiers supergoed. Ja, en wij bliezen hem soms gewoon omver, ook inhoudelijk omver. En dan ging je op een gegeven moment over klagen dat dat de Kei van de Wijvencommissie was. En de dynamiek zou je verwachten dat iemand zegt, ho, dimme jij. Dat zijn toch vrouwen? Maar dat was het niet. Wij zijn 4 jaar lang daarvoor weggezet, zijn cartoons overgemaakt. Dan werd er getwitterd tijdens het debat, gewoon door NOS-verslaggevers. Ah, de Kei van de Wijvencommissie is weer begonnen. Ariep heeft echt heel, heeft er beleid op gezet. Dat mag niet meer gezegd worden. Ze sprak journalisten erop aan als ze dat deden. Want wat was het gevolg? Martin van Rijn, de grootste sloper van de zorg in onze geschiedenis, van meer dan 10 miljard, met al die problemen die we nu zien, die werd neergezet als de rustige man tussen die kuivende wijven. En op die manier luisterden ze dus ook niet meer naar onze argumenten. En ja, weet je, ik vind dat echt heel... Beeldvorming is alles. Dus ik heb ook wel degelijk gekeken van, moeten wij iets veranderen dan? Kunnen wij iets veranderen? Heb je dat overwogen dan? Nou, mensen zeggen altijd dat ik wat rustiger ben geworden nadat ik terugkwam van zwangerschapsverlof. Ik weet niet of dat klopt. Maar je gaat, natuurlijk moet je kijken naar toonhoogte, snelheid van praten. Daar moet je naar kijken. Maar dat is mediatraining, denk ik, in algemene zin, die je als Kamerlid ja, maar je moet in, krijgt. Maar je moet in een Kamerdebat ook echt blijven. En je moet, ja. Weet je, dus je moet... maar ja, weet je, de eerste vraag die ik kreeg voor een trouwinterview is van, nou, je wordt wel als emotioneel gezien. Ja, nou ja. Nou en? Ja, maar dat is toch ook erg dat je dan je aan moet passen? Dat je dan... Nou, in zoverre dat je natuurlijk ook wil dat mensen nog wel naar je blijven luisteren en je niet op zo'n manier framen dat je niet meer overkomt. Dus dat is de balans. Maar dat denk je dus als vrouw in de politiek wel heel vaak over na, toch? Jij hebt daar op volgens mij een andere manier mee te maken gehad, want jij bent ook woordvoerder geweest, perswoordvoerder bij D66. Ja, ik ken Renske nog wel uit de tijd dat ik als medewerker onder andere voor Pia Dijkstra werkte. En kreeg dat ook mee. En ik vond het eigenlijk heel erg gênant om te zien dat er een aantal hele goede Kamerleden in de commissie zorg zaten. Dat zijn vaak niet de minste. En dat er dan toch op zo'n manier over gepraat wordt. En eigenlijk is toch de soort van onderliggende boodschap van die Kei van de Wijven moeten maar even dimmen. Ja. Want dat is het effect. Je gaat dus niet meer kijven als in. Je gaat dus niet meer all out. En dat is gewoon heel erg jammer. En het grappige is, ik heb het zelf... ik zit nu 7 jaar in de gemeenteraad hier in Den Haag. Ik ben altijd woordvoerder geweest op veiligheid. Nou, daar speelt een beetje het omgekeerde. Dan ben ik vaak een van de weinige vrouwen in de debatten. Ook als je dan wordt uitgenodigd door de media of voor bepaalde interviews. En dan zie je dat er toch heel vaak wordt gezegd van, nou, veiligheid is echt een stevig onderwerp. Dan gaan we even een wat oudere man om een mening vragen. Terwijl ik heel vaak dezelfde of misschien wel meer ervaring heb dan een mannelijke collega. En zo zie je dat dat soort associaties misschien helemaal niet bewust worden gemaakt. Maar het gebeurt wel. Je hebt overigens wel, hè, we kwamen het afgelopen uur Marga Klompé tegen, die dan minister werd van maatschappelijk werk. Terwijl ze misschien wel een betere minister van Defensie of Buitenlandse Zaken zijn geweest. Ja. We hebben nu wel een vrouwelijke minister van Defensie. En haar voorganger was dat volgens mij ook. Ja, nee, dus dat die associatie is wel iets minder stevig geworden. Ja, dus dat is leuk, want in mijn openingsmontage zit natuurlijk van dat mensen zouden een vrouwelijke vrouw op Defensie een reuze grap vinden. Hè? Dat onze Haya van Zomeren Downer zei dat, van de VVD. En dat is wel opgeschoven. Hè? Mensen vinden dat geen grote grap meer. Maar ja, weet je, we hebben nog nooit een vrouwelijke minister van Financiën gehad. Nooit een vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken. Nooit een vrouw als premier. Dus... Ja, daar zit toch ook misschien nog iets van... Ja, financiën zet je man neer of zo, ja. Ja. Nou, het wordt ook wel gegrapt nu, hè. Van, nou, als je dan minister, wil je dan minister van zorg worden. Ja. En dan zeg ik ook altijd van, nou nee, doe me dan maar financiën. Want dan ben je echt de baas van het land. Ja. Ja, als je nu kijkt naar wat er eind jaren 90 bijzonder was... dan was dat de vrouwelijke lijsttrekker van D66, Els Borst. Ja. Kijk je daar nou met trots naar, Hanneke? Dat dat toch al kon in die tijd bij D66? Of denk je, Hans van Mierlo... Het is een meisje geworden, we noemen haar Els. Toch een beetje ongemakkelijk. Ik kijk er maar trots naar. En ik denk ook wel dat die quote, het is een meisje geworden. Ik denk ook wel dat Hans van Mierlo er wel echt heel erg fan van was dat Els Borst dat zou doen. Ik heb ook wel gelezen over dat hij haar daar wel echt toe overgehaald heeft. Maar ik denk wel dat heel veel vrouwen binnen D66 die quote in hun hoofd geramd hebben van politiek is te belangrijk om alleen de mannen over te laten. Els Borst die stond zich er nooit op voor dat ze feminist was. Maar zo'n uitspraak zei natuurlijk genoeg over hoe zij dacht over vrouwen in de politiek. En ik denk dat dat, ja, dat is iets wat je wel bij je draagt. Ja.
Er zijn ook in deze campagne nog weer beelden opgedoken. Introducties van vrouwelijke lijsttrekkers waaruit het beeld zou kunnen opdoemen dat die mensen ergens toevallig terechtgekomen zijn. Dit is Lilianne Ploemen bij Nieuwsuur vorige week. Een jaartje later komt Ploemen terug op het Binnenhof als ze onverwacht minister wordt. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja, ik zag dat filmpje natuurlijk vanmiddag ook op Twitter. Hè? En dan viel me wel wat op. We hebben het best wel veel over seksisme in de politiek. En wat vrouwelijke lijsttrekkers tegenkomen. En een deel daarvan gaat natuurlijk over ranzige tweets. Nou ja, u zult ze ongetwijfeld ook krijgen. Maar hier wordt bijvoorbeeld gezegd, ze werd onverwacht minister. Maar ik was partijvoorzitter geweest. Ik was 15 jaar directeur van ontwikkelingsorganisaties. Dus het was mijn vak. En als maar misschien zagen mensen dat niet aankomen. Heeft ja, maar als Wopke Hoekstra ineens minister wordt, dan vindt iedereen dat heel, heel logisch. Want hij was McKinsey-consultant. Mm. En vervolgens schreef hij mee aan het CDA-verkiezingsprogramma. Dus ik duw een beetje terug, omdat ik denk, ja, hoezo onverwacht? Renske, ik zag jou bij het bekijken van deze beelden toch een beetje fronsend dit tot je nemen. Je vindt het een beetje een overdreven reactie van Lilianne Ploemen? Ik vind dat ze het hier het verkeerde problematiseert. Maar, want ik denk dat wel degelijk over Hoekstra is gezegd dat hij, het was een enorm lange formatie. Dus iedereen begon erover te praten. Maar hij is wel degelijk ook de verrassing genoemd. Er is ook wel degelijk gezegd, kijk hoe die het gaat doen. Maar goed, kijk, weet je, ik vind eigenlijk, wij zijn heel bevoorrecht. En wij kunnen erover praten. Maar als ik kijk naar achterstelling die vrouwen hebben door beleid, die wij maken, ook vrouwen maken, dan vind ik dat we daar eigenlijk veel meer over moeten hebben. Waar doe je dan om? Nou, de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De SP is weggezet als een conservatieve partij, want ja, die wil iedereen alleen maar vast werk geven. We weten nu dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeschoten, waar vooral jongeren en mensen met een minder universitaire opleiding en vrouwen heel veel last van hebben gehad. En dat die economische zelfstandigheid verder weg is gekomen. Toeslagenstelsel, wie is grootste slachtoffer van het toeslagensysteem en dat schandaal van de afgelopen tijd, en dat is nog lang niet opgelost, dat zijn vrouwen. Waarom hebben we toeslagen nodig in een land waar mensen werken? En die vragen zouden we ook moeten stellen. En dan denk ik dat we van onderop dat ook opbouwen, want we zetten te veel vrouwen in een afhankelijke positie, ook door beleid. Dus natuurlijk moeten we het hebben over wat wij tegenkomen. Dat is echt niet normaal. Maar als je dat problematiseert als het probleem van de achterstelling van vrouwen, dan vergeet je eigenlijk waar het dan misgaat. Ja, dat is zo. Toch nog even waarom wij dit dan als fragment ook kiezen. Omdat er een groot onderzoek naar buiten is gebracht door de Groenen, onder andere, gestaafd met wetenschappelijke data. Wat je allemaal aan bagger over je heen krijgt. Hanneke, volgens mij staat jouw naam ook ergens in de top 10 van mensen die relatief gezien heel veel haatdragende, agressieve tweets ontvangen. Ja. Wat kun jij daarover zeggen zonder dat, want dat stond ook in dat stuk, jij wordt weggezet als een zeikwijf dat eigenlijk een bevoorrechte positie inneemt, dus niet zo moet zeuren? Nou, dat is natuurlijk eigenlijk. Nee, dat zei jij niet, maar dat stond in het stuk van de Groenen. Okay. Dat veel vrouwen denken van, ik zeg hier maar niks over, want voor je het weet ben ik alleen maar een zeikwijf. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Hè? Het is sowieso heel gek om je naam daar te zien staan. Want eigenlijk denk je ook van, nou, dat zou er wel een beetje bij horen. Dat gedoe op Twitter en zo. Terwijl eigenlijk heb je daar natuurlijk helemaal niet om gevraagd. En heel vaak dan lees ik het maar niet. Of dan blok ik iemand die dat de hele tijd doet of zo. Terwijl hier kom je er weer achter van, oh, eigenlijk gebeurt dat dus blijkbaar bij heel veel vrouwen. Maar het is heel gek dat er zo'n taboe is om dat te bespreken. Want eigenlijk zou je zeggen, willen ook heel veel mannen niet dat dit gebeurt. En ja, ik hoorde het net ook al in de voorstelling. Ik denk dat dat ook iets is wat hopelijk met de tijd verandert. Ik zie heel veel mannen van onze generatie die zich daar eigenlijk heel erg over verbazen. Die het heel raar vinden dat er tot voor kort maar 2 dagen ouderschapsverlof was. Dat die eigenlijk ook denken van, maar waarom is dit zo? En dat we dus eigenlijk nog op heel veel gebieden heel erg achterlopen. En dit laat ook weer zien hoe
Hoe hard het nodig is dat we daar met z'n allen een vuist tegen maken. En niet alleen maar een paar vrouwen die het aandurven om te zeggen van, nou, ik heb hier geen trek in. Nee, maar... Ik vind ook... Ik heb het ook zitten lezen, ik heb erover na zitten denken. We doen onszelf ook zo tekort, hè. Want nu is het een lijstje namen. Ik sta in die eerste. Dat viel... Dat... Had je niet dat had ik nee. Maar ik zeg als iemand iets tegen mij zegt, pardon, zeg je dat ook tegen je dochter. Oh, ja. Pardon, zeg je dat ook tegen je moeder. Ja. Ik lik op stuk. En volgens mij moeten we dat ook doen. Want dan kijk je, hè, jij had een paar van die uitspraken bij de perskonde wijzer. Ja. En dan zeg je ook van, het wordt gezegd op Twitter. Eigenlijk zouden we daarvan moeten zeggen van, hey, hallo, doe je dat ook? En dan zou ik het niet in de cancelcultuur willen trekken. Van, nou, gaan we een werkgever bellen en die moeten uit. Nee, maar wat zeg je nou helemaal? Ja. Want ik heb het ook heel vaak gehad dat mensen dan je mailen over, nou, wat heb je vandaag weer aan? Tut. Ja. Ik reageer altijd erop. Dan zeg ik, nou, hartstikke goed. Ik zal er rekening mee houden. Of, dit is mijn lievelingsjasje. Maar wat vond u van de inhoud? Ja. En dan merk je toch dat de meeste mensen terugmailen met, oh ja, dat heb ik misschien te snel verstuurd. Ja. Ik had het ook laatst met het RTL-debat. En ik twitterde iets van goede bijdrage van Marijnissen. Bij deze. En toen reageerde iemand van, nou, maar dat toontje van haar en de drammerig en de, nou, enzovoort. Dus ging ik op reageren van, goh, dit zijn echt woorden die altijd gebruikt worden om vrouwelijke politici weg te zetten. En dus dan ontstond een gesprek en uiteindelijk zei hij van, oh, dankjewel dat je me erop gewezen hebt. Ja. Nou ja, vond ik ook wel verfrissend. Victor, dat het soms helpt. Een kijker vraagt zich af, als het over de schoenen van Hugo gaat, ik neem aan Hugo de Jonge, waarom mag het dan niet over de jurkjes van Lilianne gaan? Ja, ik vind de discussie over de schoenen van Hugo de Jonge net zo irrelevant als de jurkjes van Lilianne Ploemen. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk altijd wel een truc. Als je het niet over de inhoud wil hebben, ga je het over de vorm hebben. Moet je maar eens opletten bij ook gesprekken tussen politici of gesprekken, interviews. Als een politicus dan het over de vorm gaat hebben, dan wil hij meestal geen antwoord geven op de vraag. Heb jij het idee dat dat aan de orde is? Dat het gewoon ook een soort een manoeuvre is om het niet over de inhoud te hebben, Anneke? Nou, ik snap de vergelijking wel. Alleen ik zie in de praktijk gewoon dat het veel minder vaak over het uiterlijk van mannen dan het over het uiterlijk van vrouwen gaat. En natuurlijk gaat het ook wel eens over de schoenen van Hugo de Jonge. Maar laten we niet doen alsof het daarmee helemaal weg is. Dat je als vrouwen daar zeker wel bewuster mee bezig bent of over na moet denken. We hebben wel natuurlijk nu een premier die... vaak werd bekritiseerd om zijn uiterlijk. Want het was toch ook een beetje sulletje vroeger, hè, Mark Rutte. En overigens is hij ook alleen. Hè? Dat vinden we ook een kennelijk belangrijk thema. Oh, maar ik zie het Lilian Marijnissen ook zeggen. Dat ze het fijn vindt dat ze nu met vrouwen is. Want de vorige keer was het debat met alleen stropdassen. Je kan wel degelijk met uiterlijke kenmerken natuurlijk aangeven dat je ergens unieker bent. Dus ja, we doen het allemaal natuurlijk wel. Waar het om gaat is, word je ermee gedisqualificeerd of niet? Ja. Ja. Dat is het. Want ook in dit artikel, het gaat niet alleen om hoe je eruit ziet, maar er komen ook nog verkrachtingsfantasieën, weet je wel, worden er ook genoemd. Dus het gaat meer om dat lichaam van die vrouw, maar ook, en dan komt er nog veel erger achteraan dan alleen dat jurkje wat je aan hebt. Als je kijkt naar jouw voorstelling, dan komt er een paar keer terug dat vrouwen niet 100% moeten zijn, maar 150%, dat ze bewezen beter moeten zijn dan mannen. Ik vraag me af, Anneke, ervaar jij dat ook zo, dat jij je meer moet bewijzen dan een man die daar voor een deel zit, omdat hij een man is, dat hij toch wat makkelijker binnenkomt? Nou, ik merk wel dat mannen automatischer als ervaren worden gezien. Dat heb ik ook een paar keer hier in de Haagse politiek en media gemerkt. Dat ik dan met een collega met een vergelijkbare achtergrond of ervaring werd geïnterviewd. En dan stond er achter zijn naam ervaren. En achter mijn naam stond er dan jong of jonge vrouw. En dan dacht ik, huh, wat is nou precies het verschil? En op dat soort momenten word je daar wel heel erg van bewust. Dat je denkt van, oh, maar wat had ik dan nog beter moeten doen? Of had ik er dan anders uit moeten zien? Of had ik dan... Terwijl eigenlijk moet je daar helemaal niet op die manier bij stilstaan. En ik heb ook wel eens een journalist daarop aangesproken en gezegd van, hey, waarom schrijf je het nou eigenlijk zo op? En toen zei hij ook van, oh jeetje, ik heb het helemaal niet zo bekeken. Dus het was ook helemaal niet kwaad bedoeld. Maar zo ontstaat natuurlijk wel heel in het klein die verschillen die eigenlijk toch, denk ik, schadelijk zijn voor de participatie van vrouwen in de politiek. Waardoor je toch denkt van, horen wij er wel helemaal bij? En
dat is eigenlijk, ja, ik ben het heel erg met Renske eens. Volgens mij moet je dat echt blijven benoemen, omdat dat de enige manier is om het te veranderen. Moeten mannen dat ook doen? Dat is een pleidooi van Sigrid Kaag. Dat deed ze eerder in de Volkskrant, gisteren in Buitenhof. Mannen moeten zich uitspreken tegen dit soort praktijken die toch nog altijd plaatsvinden. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Zou dat werken? Ik denk dat dat zeker werkt. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat het niet een soort van vrouwen tegenover de mannen wedstrijdje wordt. Want volgens mij is dat ook helemaal niet de praktijk. Ik zie helemaal niet de generatie mannen om mij heen die erop zitten wachten dat zij betere posities hebben dan vrouwen. Maar ik denk dat het wel iets is dat als je daar samen iets van zegt en dat je samen duidelijk maakt van ja, dit is niet de soort van samenleving waarin we met elkaar op deze manier om willen gaan. Ja. Als je kijkt naar de dag van vandaag, dan hou ik even jouw Twitter-account in de gaten. Mm-hmm. Wopke Hoekstra, die eerder op de dag een semi-sentimenteel verhaal vertelt over zijn moeder die een Volkswagen Kever kocht, terwijl die toch altijd in de veronderstelling verkeerde dat mannen dat deden en niet vrouwen. Ja. Mooi verhaal, zie je wel. Wopke Hoekstra, CDA, is er ook mee bezig. En een paar uur later blijkt dat hij als gasthoofdredacteur van de Telegraaf de collega's van de Telegraaf veel succes wenst verder op de dag met tante Sigrid. Ik geloof dat dat bij jou bijvoorbeeld verkeerd geval is. Dus ja, waar staan die mannen dan eigenlijk echt? Ja, ik vond dat wel heel erg een tegenvaller. En ik vind dat ook wel veelzeggend dat iemand die zich dan onbespied waant zo'n soort uitspraak doet. En het schiet bij mij wel echt in het verkeerde keelgat om zoiets te lezen dat je op zo'n hoog niveau zo over een vrouwelijke collega praat. Dus ja. Dit heb ik gemist. Tante Sigrid. Nou. Je weet toch wel wie we bedoelen, denk ik? Ja, zeker. Ja. Ja. Eveline, jij hebt deze voorstelling vaker gespeeld. Ik neem ook aan dat je achteraf wel contact gehad hebt met vrouwelijke politici. Wat was nou eigenlijk overwegend hun reactie? Wat verhalen komen er dan los? Ja, dat hebben jullie wel ook al een beetje gezegd. Herkenning, maar ook een soort van blij dat het niet zo erg meer is. Ook wel sommige fragmenten. Ja. Wanneer dacht jij, ik heb iets in handen? Want dat is ook een vraag die hier komt van Valerie. Hoe is het maakproces eigenlijk verlopen? Wat was je uitgangspunt? Ja. Nou, ik ben dus politiek historicus. Dus eigenlijk heb ik in mijn studententijd, in mijn studietijd hier helemaal niet zo heel veel over geleerd. Dus ik ben hier gewoon ingedoken rondom die 100 jaar vrouwenkiesrecht. En ik ben gewoon van alles gaan kijken en lezen. En dan de dingen waarvan ik dacht, oh, wat erg. Of dit wist ik niet. Of die heb ik eruit gehaald. En ik dacht, er moet ook wel humor in zitten. Want natuurlijk ben ik er bozig van geworden en verdrietig. Maar ik dacht, er moeten ook wel momenten zijn dat je denkt, oh, wat erg. Maar ik kan er ook wel om lachen. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. Heel eclectisch. De slotsom van Evelien, ik vroeg het net ook, is dat over 4 jaar... Want zij gaat er niet vanuit dat het deze verkiezingen gaat gebeuren. Maar ik hoop het wel, hè? Maar, nou ja. Overigens hoopt zij dat dus wel. En jullie denk ik ook, gezien de lijst die de SP en D66 hebben opgesteld. Maar over 4 jaar zou het dan toch echt kunnen, een vrouwelijke premier in Nederland? Luister eens even, we kiezen de Tweede Kamer. We kiezen 150 mensen die de regering gaan controleren, medewetgever zijn, kunnen agenderen, gezamenlijk initiatieven kunnen nemen. Wij laten ons als Tweede Kamer veel te veel muilkorven door regeerakkoorden. En het kan nog steeds zo zijn dat ook al wordt de VVD de grootste, dat we toch een vrouwelijke premier gaan krijgen. Dus laat je niet gek maken. Vind jij een vrouwelijke premier eigenlijk belangrijk dan? Of zeg jij het gaat meer om dat de volksvertegenwoordiging in de Kamer... Ik zelf ben opgegroeid in de periode dat Thatcher met ijzeren hand die Britse sociale gemeenschap eigenlijk heeft gebroken. Ik heb later nog veel geleerd over de mijnstaking en hoe ze daarmee om is gegaan. Ja, het is voor mij niet een mannen- of een vrouwenkwestie of het sociale politiek is. Ik vind het gezond voor de samenleving als je inderdaad een goede representatie hebt. Maar uiteindelijk denk ik, maar goed, dat we een eerlijke, socialer Nederland worden als het de welvaart beter liever een sociale man dan een asociale vrouw. Zeker weten, ja. Nee, dat het gaat uiteindelijk wel om de inhoud. Hanneke, dan toch ook aan jou de vraag. Over 4 jaar een vrouwelijke premier, en doet dat ertoe? Nou, ik denk dat het er wel toe doet. En ik denk ook dat inhoud en man of vrouw elkaar natuurlijk helemaal niet uitsluit. Ik denk dat het heel erg gezond is, ook naar een heel lange
tijd Rutte dat nu weer iemand anders aan het roer staat. En ik denk dat D66 daar een uitstekend alternatief voor heeft. Wanneer waren die verkiezingen ook alweer? Ja. Ja. Nou, ze sluipen er toch een beetje tussendoor. En dat mag uiteraard ook, want het is 8 maart 2021, Internationale Vrouwendag. Maar mag ik nog één ding zeggen? Eén ding dan, blessuretijd. Ja. Nou ja, ik hoorde vanmiddag een ijzingwekkend mooie rapportage van Nitra Mizar, ja, uit Turkije. Over de marsen daar en over de liederen die ze zingen. En over wij vrouwen nemen het jullie mannen, leiders, kwalijk dat we verkracht en vermoord worden. En ik denk, weet je, wij hebben niet zo'n emancipatietraditie als het gaat. Maar ik kreeg daar wel kippenvel van. Ik dacht echt, ja, we moeten het veel breder gaan opeisen. En die vrouwelijke premier, die gaat er een keer komen. Heerlijk. Ja. Onherroepelijk, maar we moeten echt een aantal kwesties waarin vrouwen enorm anders behandeld worden en kwetsbaar zijn, moeten we de komende jaren gewoon helemaal uit gaan slepen. En dat hebben we gedaan toen met die onbekwaamheid. Ja. Maar als je kijkt dat aangiftes van verkrachting niet kunnen worden afgenomen, niet worden opgespoord. Als ze al bij het OM liggen, dan weer op de plank liggen, dan denk ik echt, oh, op deze manier lossen we het echt niet op. Ja. Dat gezegd hebbende bedank ik Renske Leijten, de nummer 2 van de SP op de kandidatenlijst. En ook verkiesbaar Hanneke van der Werf, nummer 9 van D66. Zeer veel dank, extra dank voor Eveline van Rijswijk voor bijdrage aan dit gesprek en het maken van de voorstelling première. Dat was het vanuit het paard in Den Haag. Blijf Eveline volgen, blijf het Haagse College volgen, want er komt nog heel veel meer. Waarschijnlijk in de vorm van online colleges. En als het even kan, natuurlijk zometeen weer in het warme bad van een volle zaal. Dank voor het kijken, tot de volgende keer.